In Duitsland proberen natuurbeschermers een vogel terug te halen die al 400 jaar ontbreekt in het landschap. Burghausen in Opperbeieren. Hier bevindt zich 's werelds langste kastelencomplex. Het strekt zich uit boven de stad en is ruim een kilometer lang. Het kasteel heeft wel heel bijzondere bewoners. De heremiet of kaalkopibus. Ze komen naar het kasteel om te nestelen. Het is een zeldzame vogel met een vreemd uiterlijk die 400 jaar geleden in heel Midden-Europa is uitgestorven. Een paar overleefden in dierentuinen. In 2007 begint een gedurfd project om de soort naar Europa terug te brengen. Vrijwilliger Corina Esterer brengt kuikens groot die in de dierentuin geboren zijn en die zich snel hecht aan hun verzorger. Dat is belangrijk voor het slagen van het project, want Corina moet de vogels vliegles geven. De ibis is een trekvogel die in Italië overwintert. Maar deze kuikens kunnen de route niet leren van hun ouders. Die zijn immers in gevangenschap opgegroeid. Daarom moet Corina ze de weg wijzen. Dit is toch nooit eerder geprobeerd. Als de vogels hun bestemming eenmaal hebben bereikt, is hun kompas afgesteld en moeten ze zelf de weg terug kunnen vinden. En het lukt. De vogels komen weer terug naar Duitsland om te nestelen. Er zijn 13 vogels uit Italië teruggekeerd. Het is nu 10 jaar geleden dat het eerste kuiken hier uit het ei kroop. Dit is hem, nummer 20. Yazoo. Het eerste kuiken in 400 jaar dat in het wild is opgegroeid. Yazoo. 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 Also am Anfang dachte ich mir schon, ja gut, schön sind sie nicht. Das hat aber für mich keinen Unterschied gemacht. Also es geht ja nicht nur ums Äußere. Man kann ja nicht nur flauschige Tiere schützen. Man muss ja auch andere Tiere schützen. Also nicht alles, was wichtig ist, ist hat so Kindchenschema oder halt Plüschcharakter. Ich finde sie mittlerweile sehr schön. Yazoo und Luna, sein Partner, beginnen mit dem Bau von einem Nest. Und auch al kibbelen sie mit anderen Brutpaaren, sie haben die Kolonie nodig, um succesvol zu broeden. De populatie is nog wel klein. Er is een kolonie van 60 vogels nodig om ze minder kwetsbaar te maken. Elk kuiken telt. In mei blijken er 16 kuikens te zijn uitgekomen. En met 10 weken oud zijn de kuikens bijna even groot als hun ouders. En klaar voor langere uitstapjes. Eind juli verlaten de ibissen Burghausen en vliegen ze naar Oostenrijk, naar de noordelijke rand van de Alpen. Daar komen ze samen met vogels van andere kolonies om en groep naar Italië te trekken. Ze rusten en fourageren. Het is nu september. Voordat ze verder trekken, vullen ze hun reserves aan. In oktober zijn de ibissen nog steeds in Oostenrijk. Corina begint zich zorgen te maken. We hebben in de laatste jaren schon beobachten kunnen dat ze später losziehen, also zum Teil erst im November. En woran das genau liegt, wissen wir nicht. We vermuten schon, dass es mit dem Wetter zusammenhängt, mit dem Klima. Häufig ist es so, dass die Vögel Anflüge zeigen und dass es aber dann schon so kalt ist oder das Wetter schon so schlecht, dass sie gar nicht mehr drüber kommen über die Alpen. Ook in november blijven ze hangen, omdat ze nog genoeg voedsel kunnen vinden. De grond is nog niet bevroren, dus ze voelen niet de noodzaak om naar warmere oorden te trekken. Maar ze nemen een risico. De ibissen van Burghausen zitten vast in de sneeuw. Corina schiet de hulp en vangt alle vogels op 2 na. Die vriezen helaas dood. Ze brengt ze naar de zuidkant van de Alpen. Daar laat ze hen los en kunnen ze beginnen aan de laatste 500 kilometer naar hun overwinteringsgebied. Deze jonge vogels moeten de route leren kennen. Uiteindelijk bereiken 12 van de kuikens uit Burghausen Italië. Wanneer ze volwassen zijn, zullen ze terugkeren naar het noorden. Hopelijk
naar Burghausen.